Ja, vandaag besteld en morgen in huis, dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar de wereld erachter is soms minder mooi. In veel distributiecentra wordt dag en nacht keihard gewerkt om de juiste producten uit de magazijnstelling de vrachtwagen in te krijgen. Vaak onder hoge tijdsdruk en dat brengt risico's met zich mee voor de mensen die er werken. Vandaag houden we een grondige controle bij distributiecentra. Met 160 collega's bezoeken we zo'n 180 distributiecentra in heel het land. In distributiecentra gebeuren nog te veel ongevallen. Bij maar liefst 80% van de bedrijven die we dit jaar bezocht hebben, zijn overtredingen geconstateerd. De mensen die er werken lopen het risico aangereden te worden, kunnen soms van grote hoogte naar beneden vallen en hebben te maken met fysieke overbelasting. Distributiecentra draaien op uitzendkrachten. Ruim 80% van de medewerkers die we zien, werkt als uitzendkracht. Veel werk wordt verzet door arbeidsmigranten en die spreken niet allemaal dezelfde taal. Dat kan zorgen voor miscommunicatie en dat kan weer leiden tot ongelukken. Als wij op pad gaan, dan worden wij vaak rondgeleid door de veiligheidskundige of iemand van het management, zodat de werkzaamheden binnen het distributiecentrum minimaal gehinderd worden. We willen nog meer bedrijven in beweging zetten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het begint natuurlijk met het goed inventariseren van de risico's en het nemen van de daarop volgende beheersmaatregelen. De branche heeft een arbocatalogus, transport en logistiek, met de meest voorkomende risico's. Deze kunnen de bedrijven dan gebruiken als leidraad.